Ik ben Alexia en ik wil graag een spel spelen met u. Het opzet is simpel. Samen, u en ik. Ik ook, maar u dus ook. 40 dagen minder vlees en vis eten. Waarom? Wat is daarvoor dan wel de reden? Onze hele grote collectieve ecologische voetafdruk zoveel mogelijk verkleinen. Vleesproductie is oorzaak nummer 2 van de opwarming van de aarde. En dat terwijl de gehele transportsector maar op nummer 3 staat. Wist je dat je voor 1 kilo rundvlees 9 kilo granen nodig hebt? Dat is een redelijk inefficiënte manier om voeding te creëren. Dus als je meedoet, dan bespaar je water, strijd je mee tegen ontbossing, overbemesting, overbevissing, dieronvriendelijke praktijken. En het is nog goed voor jezelf ook, want minder vlees eten is natuurlijk heel gezond, goedkoper en het leidt tot tal van culinaire ontdekkingen. Zo'n vegetarische lasagne bijvoorbeeld, dat is kei lekker. De spelregels. Elke vegetarische dag bespaart 11... 11! Dat is kei veel. Vierkante meter op jouw ecologische voetafdruk. Of je nu maar 1 of 7 dagen per week meedoet, de grote dagen zonder vleesteller telt elke bijdrage mee. Doe mee op dagenzondervlees.be. It ain't the meat, it's the motion. Makes your daddy wanna rock. It ain't the meat, it's the motion. It's the movement that gives it the sign. Now I had a girl so doggone thin. No meat, no bones, she was just all skin. One thing about her I can understand. She raps all around me like a rubber band. En ik kon gewoon nog wandelen en praten, hè. Dat ging allemaal nog. Dat was kei gemakkelijk. Ik wist dat niet.